Iedereen, welkom in een nieuwe video. De video's ontdekkings- en verlatingsangst zijn in de maak, dus die zullen de komende weken verschijnen hier op YouTube. Maar vandaag voelde ik mij geroepen om jou iets te delen met, of vooral meer informatie te geven en meer helderheid te brengen in of rond een stuk van waarom dat we het werken met salie en waarom dat kristallen eigenlijk niet langer voldoende zijn in het pad van verstoring, in het healen, in het zuiver houden van je eigen energieën. Nu, rituelen zoals werken met kaarsen, werken met de maan, aromatherapie, zoveel meer, dat zijn nu eenmaal beschikbare en tastbare tools om manifest teweeg te brengen. Salie verbranden, een zoutbad nemen, een grondingskoorden, in de natuur gaan wandelen, dat zijn ondertussen ook wel gekende manieren om negatieve energieën te leren en om jouw energie weer zuiver te maken. Maar, als je weet dat jij met alles om je heen verbonden bent, dan zal je ook gaan begrijpen wat ik je uit te leggen. Bij het gebruiken van rituelen, dan geef je eigenlijk jouw eigen manifestatiekracht uit handen. Het universum, de bron van alles, stroomt door jou heen. En in plaats van te focussen op allerlei rituelen en die gaan uit te proberen, is veel beter en eenvoudiger ook om de verbinding met die bron te gaan gebruiken. En dan dus de verbinding om te manifesteren vanuit je eigen energie. Dat vraagt natuurlijk dat je zuiverder wordt, dat jouw energie zuiverder wordt, omdat je manifestaties ook zuiverder zouden zijn. En dan is eigenlijk ook dus de vraag van, hoe komt het dan dat rituelen werken? Wel, rituelen werken enkel maar en alleen omdat jij erin gelooft en het vertrouwt. Je hebt de overtuiging dat het werkt en daarom gaan ze werken. Maar wat je echt mag doen is jezelf vertrouwen. Want rituelen kunnen ook negatieve of laagtrillende energieën aantrekken die jouw levenskracht misbruiken of misbruik proberen te maken om dus dan meer controle en meer macht te gaan verwerven. Denk maar aan de geschiedenis van verschillende religies, van verschillende sectes, van verschillende communes. Van zodra dat je iets of iemand buiten jezelf gaat gaan verafgoden, dan breng je jezelf eigenlijk in diskrediet en ondermijn je jouw eigen kracht. En daarom is het belangrijk dat je leert verantwoordelijkheid te nemen over je eigen proces. Het geluid wat je hoort is mijn kat die boven is en die eigenlijk roept naar zijn zus. Ter info. Maar waarom vertel ik je dat allemaal? Omdat het belangrijk is dat je je eigen kracht leert te gebruiken. Dat je eigenlijk verantwoordelijkheid neemt over je eigen groei. Omdat we allemaal aan het groeien zijn. En daarom schreef ik ook het boek 96 Vlammen. Omdat dat eigenlijk ook een tool is voor persoonlijke groei naar zelfrealisatie. Want uiteindelijk heb je niemand anders nodig dan de liefde voor het leven en de liefde voor jezelf. En de 96 Vlammen, waarover ik schrijf in het boek, dat zijn je medicijnen, dat zijn je leraren, dat zijn je healers. Bovendien is het ook zo, en dat ga je ook kunnen lezen in het boek, dat de rituelen die we nu kennen, de meeste niet meer aangepast zijn aan de hogere 5D en nog hogere energieën. Wat dat maakt dat ze dus trager zijn in het manifesteren. En dan hou je eigenlijk ook nog geen rekening met het feit dat er verschillende zaken nodig zijn om de kracht van een ritueel te gaan begrijpen. Laat staan dat je ze dan per definitie onmiddellijk correct en succesvol kan uitvoeren. Want alles wat je om je heen ziet, is ontstaan uit het al wat is. En dat is hetgeen wat de Tree of Life op een heel beeldende manier toont. Alles om je heen heeft een plek op die Tree of Life, gaande van een citroen tot de zee, engelen, draken, maar ook alle gedachten en emoties die je hebt. En ze horen allen ergens thuis op jouw levensboom. Die dan trouwens ook weer weerspiegeld wordt in jouw lichtlichaam. Want, opnieuw, alles is met elkaar verbonden. En net daarom is het eigenlijk zinloos om rituelen te gaan doen zonder het fundament en de wijsheid erachter te begrijpen. Je mist als het ware belangrijke informatie om ten volle van de manifestatie te kunnen genieten. En bovendien, zolang dat er eigenlijk blokkades in je systeem zitten, zal geen enkel ritueel het beoogde resultaat hebben dat jij eigenlijk verwacht. Dus gebruik je energie en kracht op een wijze manier. Werk aan de trauma's en pijnen die boven komen en leer meester worden over je gedachten en hou elke overtuiging tegen het licht aan, opdat je opnieuw zou kunnen gaan evalueren of dat die gedachte nog bij jou past, of dat die gedachte jouw hoogste goed dient, of dat die jouw gedachte misschien voor zorgt dat er iets anders niet meer kan binnenkomen in jouw realiteit. Net zoals dat je ook waakzaam mag zijn bij het gebruik van rituelen of healingsmethoden, zoals bijvoorbeeld de Reiki Shambhala. Nu, de manier van healing via Reiki
is naar de aarde gekomen om de mensen te ondersteunen en te ontwaken tijdens de vorige eeuw. Om degenen die al wakker werden een middel te geven om verder licht te brengen op aarde. En het hielp hen om gaten te creëren in de donkerte die toen heerste. Reiki was als energie van de aarde de eenvoudigste manier om te introduceren in de toen nog dichte en achterliggende energieën die op aarde heersten. En Reiki werkt eigenlijk nu nog steeds, maar is te traag en te ingewikkeld in gebruik. En dat maakt dat niet heel veel mensen Reiki kunnen gaan gebruiken. Bovendien moet er ook veel te veel betaald worden om bijvoorbeeld meester in Reiki te worden. Dus het is volledig afgestemd op de vorige eeuw en de toen heersende energieën. In dit tijdperk, waarin we de gouden energie en de gouden eeuw vooral vormgeven, moet iedereen de mogelijkheid krijgen om zichzelf te healen. En daarom is de Reiki niet langer voldoende en geschikt. Shambhala bijvoorbeeld is sneller en hoger in frequentie. En je zou het kunnen de Turbo Reiki noemen om de vergelijking te maken. Want Shambhala werkt met de energie van opgestegen meesters van de lichtstad Shambhala. Maar ook daar zijn nog inwijdingen nodig, waardoor dat eigenlijk dat ook nog niet voor iedereen toegankelijk is. En net daarom is het belangrijk dat er meer bewustzijn komt over het werken met die universele vlammen en universele stralen. En dat is niet alleen sneller dan de gekende healingmethoden, maar werken met de stralen en de vlammen is efficiënt en is aangepast aan de hoge energieën op aarde. En de belangrijkste reden hiervoor is dat Reiki en Shambhala eigenlijk te laag trillen, om de trauma's die naar boven komen door de verankering van die hogere energieën voldoende diep te healen. Dus net daarom vraagt het ook voor een nieuwe manier van healen. Want tenslotte, hoe dieper dat je zelf healt, hoe hoger je energie kan worden. En hoe dieper de schaduwen, de twijfel, de trauma's geheeld worden, hoe hoger dat je zelf kunnen vliegen in je leven. Dus werken met de vlammen is een diepere vorm van heling. Want hoe hoger dat je frequentie is, hoe krachtiger de tools ook moeten zijn om de schaduwen die naar boven komen te healen. Want dat zijn de schaduwen die het diepste verborgen waren. Dat zijn de zaken die we het langste hebben weggeduwd. En dus wanneer je dieper gaat werken met de vlammen, gaat het voornamelijk om het nog zuiverder maken van jouw energie. De oudste wonden, de diepste trauma's, de meest overweldigende emoties, waardoor je soms het gevoel hebt van ik kan dat niet overwinnen, ik raak hier nooit meer aan voorbij, dit kan ik niet overleven, of wat dan ook. Daarvoor zijn de vlammen in ons leven gekomen, omdat ze van de hoogst mogelijke trilling zijn. En dus elke wonde, elk trauma, elke emotie kunnen transformeren en ons weer kunnen uitlenen met een zuiverste frequentie. Je zuiverste frequentie, dat is de frequentie dat jij had als energie net nadat je jou hebt afgesplitst van de bron. En nu leren we om die frequentie neer te gaan zetten in dit fysieke lichaam. En dat is iets wat we nog nooit eerder hebben gedaan. En daarom ook hebben we tools nodig en middelen nodig en krijgen we die ook ter onze beschikking, die nog nooit eerder op dergelijke schaal beschikbaar was op aarde. En dat zijn die universele vlammen. Wanneer je meditaties en visualisaties gaat gaan gebruiken, dan moet je ook bewust zijn dat je je energie veel te veel laat gaan sturen en bepalen. En dus het resultaat ook van die meditatie en visualisatie. Voornamelijk als die ook geschreven werd door iemand anders, dan is het belangrijk om in eerste instantie het kanaal te vertrouwen, maar ook om zeker te zijn dat het kanaal zuiver is. Want tenslotte zet jij jezelf open, zet jij jouw energie open voor healingen en ascensie binnen te laten in jouw energieveld. Stel nu dat die visualisaties coderingen zouden meedragen met het doel jouw kwaad te berokken, dan ga je dat onbewust meer ballast meenemen en in je opnemen in plaats van te gaan healen. En je zou het kunnen vergelijken met naar de televisie te kijken. Op de manier waarop de reclame onbewust het collectief bewustzijn beïnvloedt, kan ook gebeuren in meditaties en visualisaties. Dus zolang dat je onbewust met dit alles omgaat, laat je toe dat andere energieën je constant beïnvloeden. Nu, het is zeker niet mijn bedoeling om angst te verspreiden, wel om bewustzijn te creëren. Want bewust leven betekent zelf je leven in handen nemen, verantwoordelijkheid nemen voor je leven en dus ook voor de informatie die je tot jou neemt. Waar geef je energie aan weg? Welke energie absorbeer je? En wat laat je los? En door visualisaties aan te passen in je eigen proces, maak je optimaal gebruik van je eigen transformatiekracht en manifestatiekracht. En hierdoor maak je ruimte zodat je hogere zelf en je lichtteam via visualisaties en meditaties boodschappen en nieuwe inzichten kan geven. Op die manier werk je zuiver met jouw eigen team en om ondersteuning te ontvangen die volledig aangepast is aan jouw proces, jouw ziel en jouw missie.
En begeleide visualisaties kun je zeker ondersteunen en je zeker op weg zetten. Ik maak ook transmissies die gebaseerd zijn in het werken met vlammen. Maar ook daar, dat zijn slechts enkele voorbeelden van de manier waarop dat je kan werken met de vlammen. Dat is niet de enige manier. Dus weet dat je anderen eigenlijk niet nodig hebt om contact te maken met je gidsen en of de lichtwezens van de eenheid. Jij bent met hen verbonden, je bent met alles om je heen verbonden en je kan die verbinding ook gebruiken om informatie te ontvangen. Maar wat dat jij te doen hebt, is leren je transformatiekracht goed te gebruiken. En wanneer je leert je transformatiekracht goed te gebruiken, dan zal je het vertrouwen in jezelf sterker worden. En dan zal je weten dat je echt zelf je eigen leven kan gaan vormgeven door alles wat je ervaart en mag meemaken. Want tenslotte, hoe hoger jouw eigen frequentie, dus je eigen energie, hoe krachtiger je transformatiekracht. En dat betekent dus dat je een ruimer bewustzijn ook nodig hebt om te begrijpen waar je mee bezig bent. Zodanig dat je niet het verkeerde aantrekt. Want je manifesteert constant. Elke gedachte die je er neerzet, start eigenlijk een cyclus, een manifestatieproces. Dus alle gedachten waar je niet bewust van bent, ga je ook gaan manifesteren. Maar het is niet hetgeen wat je wil manifesteren. En dat is hetgeen waar ik ook meer over spreek in het boek 96 Vlammen en alle andere producten en diensten dat ik neerzet en deel en maak en creëer voor jullie. Waar dat je meer kan gaan leren over de nieuwe manier van healen. En vooral als je ook voelt dat je klaar ervoor bent om je eigen leven in handen te nemen. Dan nodig ik jou uit voor het traject dat verbonden is met het boek. Zodanig dat je nog meer praktische tools krijgt om te gaan leren werken met die universele vlammen. Want zo word jij een ware manifestator die zelf je leven vormgeeft op de voorwaarden dat jij kiest. En niet iemand anders. En daar gaat ware vrijheid en geluk om. En dat is hetgeen wat ik iedereen ook wil bijbrengen. Wat ik iedereen wil aanleren. Wat iedereen wil tonen. Je voelt ook dat dat ook hetgeen is wat dat maakt dat ik blijf doen wat ik doe. Gewoon omdat ik daar zo gepassioneerd over ben. En vind dat iedereen dat recht heeft om een dergelijk leven te gaan leiden. Dus ik hoop je van harte te mogen ontmoeten in dit traject of in een ander traject. Maakt niet uit. Voel en kies wat jij nu nodig hebt en wat je belangrijk vindt. Ik plaats een link in de box hieronder. Mocht je je geroepen voelen of nieuwsgierig bent naar meer. Dan hou ik het hierbij voor vandaag. En oneindig veel liefde voor jou en voor het leven. En tot in de volgende. Dag.